In de video van vandaag laten we zien hoe je een tegel kunt krijgen zonder deze te breken. Hier kun je een voorbeeld zien van wat we gaan doen. Op deze manier kunnen ze later opnieuw worden gebruikt. Het enige dat we nodig hebben is een beitel en een hamer. We zullen de beitel in de spleet tussen de twee tegels plaatsen en we zullen het zachte slagen geven met de hamer. We zullen zien hoe het in enkele slagen al perfect uitkomt. Nu zien we een voorbeeld van hoe een tegel te krijgen die er geen naast heeft. Als je het leuk vond, deel dat met je vrienden en abonneer je op ons kanaal.